Ja, wat uiteindelijk doorkomt is ja, met name dat men toch iets te veel boven de stand geleefd heeft een aantal jaren. En ja, de laatste jaren is de markt natuurlijk moeilijk geweest. Ja, de supermarkten die hebben ook, en Albert Heijn in dit geval, heeft ook een flinke, drukt ook een flink stempel op. En dat betekent ook dat de marges gewoon te laag waren. Van leeg ontheeg kregen meiwerkers te volle leen voor haar functie. Er waren ook te volle leerlingjanden, maar dat is al ongepast. Toen we echt even goede cijfers doorgekeken hadden, toen kon ik ook echt zien dat het wat dat betreft ja, toch een beetje een organisatie met een waterhoofd was. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat er dus te veel mensen waren die eigenlijk meer verdienden dan wat echt bij de functie paste. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen, want dan worden we gewoon wel hard gewerkt. Alleen ja, men is natuurlijk ook gewend aan een bepaald salaris. Voor de werknemers is het zoer. Ze gaan de bruto 600 tot 1000 euro in de maand op achteruit. Voor de mensen is het heel belangrijk dat ze wel hun baan kunnen houden. Dus baanbehoud, dus niemand hoeft ontslagen te worden. Dat is natuurlijk een belangrijke winst in dit geval. Ja, voor de rest hebben mensen toch ja, ingezien dat er moet wel wat gebeuren. Gebeurt er niks, dan gaat het fout. En ja, dan is het toch wel even slikken. Maar goed, met het sociaal plan hopen we dat mensen in ieder geval voor een stukje gecompenseerd kunnen worden.